Goedemiddag, u kijkt naar een extra uitzending van Rijnmond Nieuws. In het centrum van Rotterdam zijn vanmiddag rond 10:50 twee verdiepingen ingestort van een in aanbouw zijnd gebouw. Het gaat om een winkelwoontoren. Tijdens het storten van beton zijn twee verdiepingen ingestort. Er zijn 5 werklieden met zware verwondingen afgevoerd naar ziekenhuizen. Marlies Harting staat op de plaats waar het gebouw is ingestort, de twee verdiepingen. Marlies, wat is de stand van zaken op dit moment? Nou, ze zijn achter mij nog steeds bezig om te kijken of er nog slachtoffers zijn, of er nog mensen in het gebouw zijn. Er zijn inderdaad, zoals je al zei, 5 mensen in ieder geval uit het gebouw gehaald. 4 daarvan zijn naar het ziekenhuis gebracht en 1 werd ter plekke behandeld. Wij spraken vlak nadat we hier aankwamen met een man die in de schoenenzaak hier vlak achter werkt. En die was natuurlijk ter plekke toen het gebeurde. Laten we daar even naar kijken. Ja, nou ja, je hoort in eerste instantie gewoon ontzettend veel geluid, heel herrie, instorten, buizen, gillen van mensen. En ja, ik vermoed al gelijk wat er aan de hand was. Het is, die mensen die zijn er aan het bouwen, er waren beton aan het storten en dat is gewoon naar beneden gekomen. Dus enorm schrikken. Bent u gaan kijken ook toen u het hoorde? Nou, ik keek door het raam. Ik ben gelijk 112 gaan bellen. Ik denk dat het allerbelangrijkste was. Dat er zo snel mogelijk hulpdiensten bij kwamen. En dat ging ook heel snel, moet ik zeggen. Ja. Dus, en daarna inderdaad gekeken wat er aan de hand was. En er lagen een aantal mensen onder het puin. Daar zijn ze nog steeds mee bezig om die daar weg te halen. Dat is wel schrikken als u dat zo hoort. Ja, ja, het is nog steeds schrikken. Ja. Ja. Het is enorm wat er dan gebeurt. Dat het kan. Ik vroeg me altijd wel af dat op die manier bouwen mogelijk was of dat goed ging. Ja, kennelijk kan het ook niet goed gaan. Dat is dus nu wel gebeurd. Helaas. Ernstig, ja. Kent u die mensen? Ze waren al een tijd aan het werk natuurlijk. Ze waren al een tijd aan het werk. En omdat je natuurlijk hier op de hoek van de Leimaan zit. De jongens lopen dan nog wel eens rond. Gaan op een bankje zitten. Als ze de boterham opeten, maken een hoop gein. Deden ze tussen de middag weer. En een half uur later hoor je diezelfde jongens gillen. En dat is wel, dat is wel hartverscheurend. Ja. Ja. Peter Martens, medewerker van een schoenenzaak aan de Leinbaan. Nogmaals, het kantoorwinkelpand dat in aanbouw was, staat aan de Hennekeinstraat. Loopt parallel aan de Leinbaan. En de Hennekeinstraat is de aanvoerroute voor vrachtwagens voor de bevoorrading van de winkels aan de Leinbaan. Er zijn speurhonden ingezet. Marlies Harting verwees er al.